Hey mensen, abonneer alvast op het kanaal of like de page. Ja, jullie kijken wel heel leuk, maar... ja, niet vergeten. Ja. Thanks. Ik zie iemand abonneren. Thank you. Ja, kan je dat zo zien? Nee, natuurlijk niet. Oh. Ik reageer nog gewoon serieus. Je bent echt... Hey. Ik nog eens doen, nee, tuurlijk niet. Je moet echt dom. Je moet juist... Ja. Zie je dat niet? Ja, zie je. Ja, kijk. Kijk. Nu nu weer eentje. Ja, doe gewoon. Ga met je muis nu even naar abonneer of naar like. Hier beneden toch? Ja, dit is nou. Of hier. Klik, klik. Ja, yes. Goed gedaan, jongen. Goed. Koppel het met de Maya's. De Maya's? Ja. Ken je dat? Heb je daar wel... De Maya, ja, maar wel eens van gehoord. Ja, ja maar... Ze zeiden toch dat de wereld ooit zou vergaan op een bepaalde tijdstip. Dat was uit mijn hoofd 21 december 2012. Ja. Op die dag, volgens de Maya-kalender, zou de wereld vergaan. Oké. Misschien, ik weet niet, misschien zou dat een leuke toevoeging zijn aan... Ik neem het mee. Mooi. Ik neem het mee. Ik neem het mee. Goedemiddag, u spreekt met Bianca van de Water van Uthema. Ja, goedemiddag, u spreekt met Henk Vliegenbus. Goedemiddag. Ja, goedemiddag Bianca. Hey, ik spreek met de Uitvaartmuseum. Goed, ja? Oké. Ja, ik vroeg me af of jullie bij de... ja, ik wil me graag aanmelden eigenlijk. Oké, dat kunt u op twee manieren doen. Oké. De makkelijkste manier voor u is via internet, via onze website. Oh, ik heb geen internet. Nee, maar u kunt, dat moet u zelf, nou moet niks. Ja, nee, ja. Dat kunt u zelf regelen, ja. Achter de computer. Oké, dat is fijn dat u dat kunt regelen. Ja? Ja, dankjewel. En ja, het kan even ook nog, dat is even, ja, ik wil dat persoonlijk... ja, persoonlijk heel graag. Ja, het gaat wel over dat ik misschien straks of morgen de paap uit ben. Nou, daar gaan we niet vanuit. In ieder geval. Nou ja, dan gaan we. Uiteindelijk, ik heb een boek gelezen dat iedereen uiteindelijk doodgaat. Ja. Ja, er zijn ook twee dingen in het leven ook echt zeker natuurlijk. Dat is waar. Oh, twee dingen. Wat is de andere dan? Ja, je wordt geboren natuurlijk. Wat zeg je? Ben ik geboren? Oh ja, dat je geboren. Ja. Ja. Oké. Ja. Oké. Ik snap hem niet. Maar ja, het kan dus op twee manieren. Via onze website en het kan dus ook door middel van een persoonlijk gesprek met een adviseur. Ja, advieskosten. Ja. Is het advies? Nee, dit is geen advies. Oké, maar ik wil gewoon even informatie eigenlijk nu. Kan dat? Dat kan, maar dat kunt u ook via onze site aanvragen. Ja, ik heb dus geen internet. Niet, maar wat wilt u dan precies weten? Ja, oké. Nou komt ie. Ik, misschien stel je voor dat ik morgen te overlijden val te staan. Ja? Nou ja, dan gaat dat dan per kilo? Nee. Het zijn echt specifieke vragen die u moet gaan stellen aan een bij een uitvaartverzorger. Aanvaard? Wij doen alleen het stukje uitvaartverzorger. Oh. Wij verzekeren alleen maar. Nee, niet dat ik echt morgen dood ga, dat zal een beetje te laat zijn ook. Maar maar nou, niet dat ik morgen, ik word een beetje verdrietig van, maar nee, dat moet je niet doen. Ja, ik vind dat best wel heftig eigenlijk, sorry hoor. Maar ik wil gewoon alleen weten, mevrouw. Wacht even. Sorry. Ja, geef niet. Oké, kijk. Ik wil gewoon weten of het gewoon per... Of mijn gewicht, kilo, of dat... Is het per kilo? Dat is dus echt een specifieke vraag voor een uitvaartverzorger. Oké. Als het over kilo's gaat hebben, daar kan ik geen antwoord op geven. Want als ik mijn blinde arm dan weggeef... Als u wat, zegt u? Mijn blinde arm. Ik begrijp niet helemaal wat u zegt. Zegt u het nog één keer hoor, want ik verstond het niet goed. Nou kijk, als ik dus mijn blinde arm weggeef, dan heb ik minder kilo's. Dus dan moet ik ook minder betalen, denk ik. Ja, nogmaals, daar kan ik geen... Zoals ik al zei, kan ik geen antwoord op geven. Maar ja, dan... Ik wil een verzekering, lieve schat. Doe maar. Ja, maar dat kunt u niet bij mij doen. Dat maar wat doet u dan? Online doen. Wat ik doe, vragen beantwoorden. Oh, nou, ik heb een vraag. Ja, gaat het per kilo? Via onze website. Ja, ik heb geen internet. Nee, nou dan is dat tijd ik regelen voor u, maar dan heb ik wel gegevens van u nodig. Oh ja, is goed. Ja? Ja. Oké. Uw naam? Mijn naam, Henk. Ja? Ja, dat is mijn naam. Ja, nee, u heeft waarschijnlijk ook nog wel een achternaam. Gaat vanuit. Ja, sorry, dat, ja. Meneer Vlieger, Henk Vlieger. Ja. Nee, met Bos. Bos? Ja. Wat is uw adres? Van Hoekstraat. Sorry? Van Hoekslaat. Van huisnummer? Van Hoekslaat. Nee. Ja? Ja? Maar huisnummer? Het is stilstaand. 4. 4. Hoog, ja. 4 hoog. Ja. En wat is uw postcode? 400. 2 en 3. Oh, Fred, klopt niet. Nee, dat klopt niet. Of 4024. 4024. En dan? Ja, doe maar alles erbij, de hele verzekering dan. Nee. Oh. Postcode, er zitten nog 2 letters achter. 9 en 3. Nee, dat zijn 5. Ja, kan ik dat mailen? Of kunnen u... Ja, dat kunt u mailen. Als... Maar ik heb geen internet. Nee, maar u geeft u zelf aan dat u het wilt mailen en dan zegt u dat u geen internet heeft. Oké, kan ik dan ook dat bij jullie aansluiten? Nou weet je, ik wil dan gewoon sterven, joh. We laten misschien toch wel? Ja, misschien is dat wel een goede, joh. Lijkt me een goed plan, ja? Oké, dag meneer. Bro, wat? Ik vond hem keihard. Ja? Ik vond hem keihard. Hoe zij antwoord geeft op jouw antwoorden is totaal verwarrend. Ja. Ja, nee, ja.